Yo mensen, ik ben Jeroen, Kodaaf, dan gaan we verder met Kodaaf Survival. En vandaag ga ik jullie iets leuks vertellen, want ik heb gisteravond natuurlijk, Pokémon Fire Red uitgespeeld. En opnames zijn goed, ik ben nu aan het renderen en ik moet er nu nog, waar was ik nog? 3 voor mij, of 2. Nee, 3 of 4 zijn het. Nee, 3 moet ik nog renderen. Thumbnails en alles heb ik al. Hierachter komt de geheime kamer, ik weet nog niet wat voor, maar dat maakt niet uit. Coole jullie kamer. Maar ik zat eventjes te denken. Kijk, ik heb een paar nieuwe items. Ik heb hier Dark Oakwood sapling, die. Ik heb wat Bridgewood. Heb ik wat Darkwood of dat niet? Ik heb wat meer saplings voor mij alleen. Maar ik de rest heb me al weer gedumpt. Omdat ik die niet hoefde, dat haar gekke hout. Maar dat komt met een reden. En dit is een heel belangrijke reden. Ik stop nog een gif van aflevering, omdat ik jullie mening wil. Zet hier een bordje. En dit zijn de... Oh shit, ik sta nog in game mode. Oh wow. Ja, kijk, dan gaan jullie zeggen, oh mijn god, Jeroen, wat ben je echt een cheat? Hoe wil je nou nog ooit beweren dat je niet cheat? Nou, kijker, dat zal ik je zeggen. Door hier bij dat goede ding te zijn. Zo doen gelijk ook deze, weet je, ook het misplaatst. Weer dikke YOLO. Want wat ik wou zeggen is, ik heb hier een dingetje. Dit wordt trouwens wat korter aflevering, maar dat zag je waarschijnlijk al aan de chat. In verband dat ik al die shit nog moet rennen. Want eigenlijk vanavond allemaal gepland, geüpload al wil hebben. Maar haast een beetje gek, een beetje gekkels. Maar dat maakt me niet uit. Goed, ik zit nu op game mode, omdat ik dat leuk vind. Nee, omdat ik net was rondvliegen. Weet je, kijk naar een nieuwe stack, ja. Want ik heb een stack gevonden eerst, toen ik eerst had rond te vliegen. En die vond ik wel vet. En wat ik dan wil gaan doen is slash TP. Voor mij moest ik mijn naam erin vullen. En dan de ding. Dus ga naar 448. Dan 75. Dan 1283. Doe ik even permission to use this command. Oh wow, open to LAN. Cheats on, start LAN world. Zo. Ja, we zijn er. Kijk. Dit is dus wat ik net heb gedaan. Een beetje offscreen. Dit is een heel klein huisje hoor. Het is gewoon dat ik iets heb. Zeg maar als ik in de toe tp dat ik safe ben. En er staat in een Dark Oak Forest. Ja, dat vond ik gewoon vet. En ik dacht van weet je wat, dat is echt vet. Hij heeft zo'n dik goed bos. Dus wou ik eigenlijk weet je wat jullie mening erover hebben. Ik bedoel, dit is gewoon een ideetje. Ik denk ik deel het nou met jullie. Dat ga ik dan tijdens wat livestreams s'avonds een keertje maken. Er zit ook wat paddenstoelen tussen. Waar ik gewoon hier ergens langs een muur maak, zo'n dikke muur zo, ongeveer rond dit gebied zo, waar ik nu vlieg, recht onder me bedoel ik dan hè. Zoals dit, dat er nog een dik bos omheen staat, maar dat we ook echt een groot gebied hier hebben. Nou, misschien is het een beetje te groot. Ik wil het eigenlijk eerst heel knus houden en dan gewoon de muur uitbreiden, dat je nooit zo'n leeg gevoel hebt erin. Ik wil dat het goed knus is hier binnenin. Dus ja, daar wou ik even jullie mening over, over dat onderwerpje. Of we hier misschien moeten gaan. Als jullie zeggen ja, dat doen we. Dan ga ik bij aflevering 50 een World Safe weggeven. Of trouwens bij aflevering 30 ga ik al een World Safe van deze wereld weggeven. Maar dan ga ik bij aflevering 50 hier wonen. Dus dan heb ik er nog een hele hoop afleveringen hier. Maar ik wou gewoon sowieso wat meer van dit uploaden. Ik wou sowieso zeggen na 2 keer per week. En dan nog s'avonds een beetje ronddurpen of screen shit doen. En livestreams, als ik livestreams kan fixen. Want moet ik eerst even mijn computer terug hebben. Want nu kan mijn computer de livestream niet eens aan. Dus dan moet ik dat ook wel even fixen. Maar ja, weet je. YOLO. Goed, dus daar wou ik even jullie mening over of we hier naartoe moesten verhuizen. Het leek mij op zich wel een vet plan met zo'n dikke muur. En dan maak ik een knus. Gaan we echt een vet gebouw maken allemaal. Ik heb jeuk aan mijn neus. En het zit heel irritant, want het zit zeg maar tussen mijn mond en de microfoon in. Trouwens, wat heel awesome is dat ik ga op het moment werk. En voor mij heb ik het vorige aflevering al verteld, maar dat kan ook van niet. Ik ga even ondertussen tp'en. Dat ik nu werk. Nee, lekker vakken vullen. En dan als ik mijn eerste loon binnen heb, dan heb ik wel als het goed is genoeg binnen. En dan ga ik een vette studio microfoon kopen. Daar heb ik echt zin in. Dat lijkt me echt vet. Dan gaan we naar nieuwe, betere kwaliteit. Weet je, dat lijkt me echt awesome. Dus ja, dat wordt sowieso vet. Gaan we zien hoe en wat dan allemaal gaat gebeuren. Dus game mode 1. Nee, game mode 0 dan. Yes. Je moet 0. Gaan we dit ook weghalen. Gaan we die schapen scheren. Gaan we daar weer een schaap van maken. Dit ga ik er sowieso mee naartoe nemen als we er naartoe gaan. Weet je, het is een idee. En anders ga ik naar aflevering 100 weg. Want ik wil sowieso bij aflevering 100 komen met deze zin. En gewoon verder gaan. Weet je, dat is vet. Maar ik wou dan niet zoals... Ik wil gewoon niet een hele nieuwe world. Ik wil net zoals Serpent Gameplay doen. Dan gewoon dezelfde wereld, maar dan ergens weglopen. Dat leek mij een strak plan. Allemaal schaapjes hier trouwens nog. Dus ja, dat is wel iets waar ik graag jullie mening over wil hebben. Over dit verhuizen. Het gaat dan bij aflevering 50 gebeuren of zo. Weet je, dan hebben we hier wel nog steeds een huis. Je hebt nog genoeg tijd om dit huis hier een beetje cool af te maken. Tja, daar wil ik graag jullie mening over. Dus als je dat in de reacties kan achterlaten, zou ik er heel blij mee zijn. En deze video, dit staat een hele post online. Voordat ik eigenlijk echt... weer rechts kan. Dus ik ga deze aflevering en misschien nog eentje opnemen. Maar reken er me niet op. Want ik heb 9 Pokémon afleveringen klaar liggen voor 2 weken. Dus die doe ik dan eventjes verspreiden over die 2 weken. Dus ja, nog even iets tussendoor. Misschien nog een Minecraftje erbij. Maar deze zijn tot 10 video's. Voor 14 dagen. Dan zou je zeggen, ja, kan ik er nog eentje bij doen. Maar mijn computer kan niet heel veel aan. En ik wil hem eigenlijk zo snel mogelijk wegbrengen. En video's renderen duurt zo gruwelijk lang. Dus vandaar dat het eventjes niet mee zit. Zo. 16, dat lijkt me goed genoeg. Dus ja, daar heb ik op zich wel zin om dat te doen. Het hoeft voor mij niet per se. Als jullie zeggen, ah Jeroen, dat is echt een kut idee, doe dat niet. Dan doe ik het niet. Zo simpel is het. Weet je, jullie hebben een invloed op wat er gaat gebeuren in de serie. Dus ja, maak er goed gebruik van. Maak me trots. Maak een goede keuze. Holy shit, ik heb er nog 16 nodig. Gewoon een halve stack aan stairs om dit op te vullen. Jezus, man. Dat vind ik nog eens wat, joh. Dat vind ik nog eens wat. Oké, dus. Nog. Ja, dit komen er precies 16 uit. Hoe weet ik dat toch? Ik kan rekenen. Wow, yo. Goed, sloeg er weer helemaal nergens op, echt heel random dat. Go, 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 go. En dan hebben we hier zometeen een mooie, prachtige trap. Ja, 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 ja. Oh, wat jammer nou. Eentje zit schreeuwen en eentje komt niet uit, maar dan komt omdat deze hier staat. Want ik kan rekenen en ik weet hoe het gaat. Goed, dan doe ik altijd zo. En op het moment dat ik er onderdoor kan lopen, dit is dus, daar kan ik het trappetje plaatsen of trappetje blokken plaatsen. Dan weet ik dus nu precies waar de bovenkant moet komen. Want ja, dat is hier. Want hier kan je niet meer. Hier kan je onderdoor lopen. En als eentje verder is, dan kan je niet onderdoor lopen. Nou, zo simpel als dat. Zou je deze sprong eigenlijk kunnen halen? Ik ben benieuwd. Here we go. Ja, nice. Dit is hoeveel? Voor mij 4 nog. Ja, want het is, ja. Maar 4, 1, 2, 3, 4, ja. Dus 4 blokken. We konden die jump halen. Eigenlijk was ik best wel bang om er overheen te vallen. Maar ja, maakt allemaal niet zoveel uit. Go. En toen sprong ik te vroeg. Toen viel ik eraf. Go, go. En... Ah, je moet echt precies getimed springen daarvoor, hé. Op zich wel grappig dit, hé. Zo van jumpen, dit jumpen, jump. Jammer, jammer, jammer. Mijn honger is voor mij zo meteen te laag om te rennen. Dus ik eet even een golden apple. Oh, we're ready for this. Go. Go. Oh, man. Why? Oh, kut. Nee, 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 nee. We survived. Hoe de fuck hebben we die sprong kunnen overleven? What the fuck? Zou je toch doodvallen op zo'n sprong? In ieder geval, dat zou ik zeggen. What the fuck? What the fuck, hoe overleven we dat dan? Echt dikke magie hier, oh. Junglewood. Zit hier geen Oakwood tussen ergens? Is maar ook Junglewood, of niet? Ik hoef dat vieze junglehout niet. Ik ben een racist, weg met de junglehout. Nee. Nee. Godverdomme. Er zitten toch ook super vaak nog van die oakboompjes in die jungle, zoals hier. Creeper, doe dat maar eens even niet. Ik heb een golden apple gehad. Maar alsnog ben ik sterfelijk, dus kom maar niet in de buurt. Dank u wel. Hoopt hij er nou 2? Ja, hij topte de 2. De 2. Goed, als nou iets mij raakt, ben ik wel gelijk dood. En dan komt de zombie aan. Ik heb geen zin in dat. We moeten trouwens ook nog die hardcore challenge een keertje doen. Nou, een beetje redoen. Weet je, het is zo kut, want ik heb nou 2 reacties gehad over. Eentje die zegt niet gehaald, eentje zegt wel gehaald. Dus dan is het zo van, ja, telt nou eens wel of als het niet gehaald. Dus ik weet het is heel droog, ik schrok er heel erg van. Dus ja, dat is een groot probleem als. Want ik weet nou niet of ik nou moet tellen als wel of niet gehaald. Het is problematisch voor mij, ja. Die stress kan ik niet handelen. Dus, la 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 la, la 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 la, laat me naar binnen. Yes. Nice. Moet dus ook nog steeds iets in een nether doen. Go. Go for the nether. Ai, die was toch al een keer geweest? Of nog niet? Ik herken in ieder geval de nether niet, omdat ik er echt bijna nooit ben geweest. Maar ben ik er 1 keer geweest en anders helemaal niet. Goed, pigments moet je nooit slaan. Nooit. Tip van de dag, nooit slaan. Waarom? Die blijft gewoon gruwelijk, ja, niet voor eeuwig. Het gaat op een gegeven moment weg, maar het is zo irritant. Dan ga je dood en wil je spullen ophalen en dan slaan ze je nog een keer dood. En het is gewoon een verloren zaak. Als je 1 keer slaat, kan je net zo goed opgeven. Zit nou een kleine paddenstoel? Wauw, nog nooit gezien. Nog nooit gezien, maar... Wat je wel kan doen, is ze duwen. En dat vind ik wel altijd heel grappig om te doen. Doe je zo. Dan duwen hem, zo. Maar ik kon die trouwens tegen lava, of tegen vuur bedoel ik. Ja, ze konden er tegen. Maar ik niet. Oh. Ik dacht even dat ik in de fik vloog. Nou, jammer dan. Oh, maar als we hem hierin kunnen duwen, dan hebben we hem sowieso dood. Oh man, dat lijkt me zo grappig. Kom, we gaan het proberen. We gaan de Pigman besten. Tikkelt op. Tikkelt op. Tikkelt op. Ik wil hem absoluut niet slaan. Als er mensen zijn die denken van... Oh, waarom sla je me niet gewoon naartoe? Dan slaat hij terug. Sukkel. Up, move. Move. Tikkelt op. Goed zo, je komt in de buurt. Je komt in de buurt. Nou, eraf. Ja, bijna, 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 bijna. Oh, kut, hij klimt gewoon omhoog. Hij is veel te slim, hij heeft al door wat ik doe. Hoe doorziet hij mijn truc? Ja! We hebben een Pigman vermoord. We zijn je voordelig. Oh, hij blijft gewoon in drijven. Dat vind ik best wel grappig om te zien zo. Zullen we iets aan hem gaan geven? Laten we zeggen, we gooien een ei naar hem. Voor mij worden ze daar ook boos. Fuck, 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 fuck. Oh my god. Ik probeerde mezelf nog te redden. Oh my god. Why? Why did I do this to myself? Oh my god. Why? Jeroen, why? Oh mijn god, wauw. Oh god. Oh mee. Al mijn stuff is nu weg, hè. Valt in de lava, ja. Damn, ik voel me zo noob, hè. Hier zijn nou wel weer meer pigmans. Pigmannetje. Ik ga jou erin duwen. Het is nou fucking hell. Kom, 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 kom. We gaan er samen in. Ja, ik spring meteen achter je aan als je erin flikkert. Go. Yeah, gezelligheid. Hier. Ik kom nog eens naar boven. Oh man. Fuck, dat voelt echt zo kut nu, hé. Damn. We gaan even met een waterbucket. Voor mij werkt hij niet eens in de nether. Ik moet even checken. Ik neem het toch mee, ik ben eigenwijs. En daarna gaan we stoppen met afleveren, anders wordt het te lang. En dan kan ik weer niet renderen binnen een uur. Want renderen duurt fucking lang. Echt niet normaal. Vooral Minecraft. Vooral Minecraft duurt echt langer. De Pokémon die rendert heel kort, daarom heb ik die gedaan. Het is super licht van mijn computer, kan die sowieso aan en het rendert heel kort. Dus daarom heb ik die gerecord. Ben ik nou op een andere plek? Oh nee, ik ben gewoon hier. Dan kom ik via de andere kant eruit. Tik, 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 tik. Zo, ik loop gewoon veel te ver. Het is gewoon super dichtbij. Goed. En het werkt niet. Goed, ik heb er nou 2 ingeduwd. Ik wil hier vallen. Nee, het zit een paar blokjes hierheen. Is het deze? Let's find out if it is this one. Of een andere misschien. Ja, ik raakte hem. Woe! Stiekem ben ik van binnenkant aan het huilen voor het verlies van allemaal van die diamond stuff. En oh man. Zoveel hout was er volgens mij wat ik vasthield. Zoveel shit. Oh, ik wist dat ik gewoon eerst had moeten weglijven. In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze video. Hoop vond je hem leuk. Laat de reactie achter met wat ik moet doen. Moet ik hier blijven? Moet ik verhuizen? Moet ik met diamonds terugspannen? Nee, dat ga ik sowieso niet doen. Dat is echt ultiem cheater. En ik heb al iets heel cheater gedaan bij Pokémon. Spoiler. Dus ja. Vertel me, wat moet ik hier doen? Ik heb namelijk zelf geen idee. Breng mij op originele ideeën. Weet je, dat zou ik heel erg waarderen. Ah, jij komt er niet op, hè? Jammer, hè? Jij ook niet. Als er nou een skeleton in de buurt is, dan schiet hij me eraf. Maar ja, jullie kunnen er niet op. Hè? Jammer, hè? Wat? Hij wordt dus nog boos. Ik wil dat hij alleen boos wordt als hij in de buurt kwam. Weg. Oh. Ze raakte me. Wat is dit voor nonsens? Oh, kut. Het graf is ook nog eens kapot. Godverdomme. Godverdomme. Ik maak echt alles kapot hier nu, hè. Oh. Ik moet er nog gaan fixen zo meteen. Wiens graf was dit? Was dat... De bordjes zijn er allebei af. Nee. Nu weet ik niet meer wie waar begraven ligt. Wat is dit voor ramp? Hier lag Jordi. Dat kan je zien aan dat het zo was. Die andere had een kist erin. Ja. Maar ik weet niet meer hoe die gast heette. Of maar was het Hendrik of zo. Kut zo. Dan moet ik al die aflevering terugkijken om die... dit goed te maken. Kut. Nee. Wat is dit voor kut aflevering? Waarom? Godsamme. Nou, bedankt voor het kijken. Hoop ik jou de volgende keer weer. Geen idee wat de fuck nou moet doen. Maar ik zeg in ieder geval later.